Hey jongens, het is weer tijd voor Transfer Talk, de rubriek waarin we de lekkerste voetbalrollers van dit moment gaan bespreken. Dat ga ik vandaag doen met Bas van der Hoven, expert buitenlands voetbal van Voetbal International. Bas, laten we beginnen met een absolute wereldster. Kylian Mbappé, alle scenario's in Madrid zijn al geschreven. Real Madrid wil hem absoluut halen komende zomer. Ja, het stond natuurlijk in de sterren geschreven dat Mbappé ooit nog voor Real Madrid gaat spelen. Zijn droomclub, met op dit moment ook zijn idool als trainer. Zidane heeft zich vaak al lovend uitgelaten over Mbappé. En die twee die hebben wel een klik. Die hebben ook regelmatig contact gehad. En Real Madrid heeft natuurlijk een lastige fase achter de rug. Hè? De jaren na Ronaldo, de ombouw richting een nieuwe succesploeg. Die selectie die gaat natuurlijk ververst worden. Contracten van Modric, Ramos lopen af, zullen nog wel even doorgaan. Maar een nieuwe generatie moet opstaan. En Mbappé is in de ogen van Florentino Perez, de president, is de superster van de toekomst. De nieuwe Galactico moet hij worden. Ja. Want na Ronaldo is er eigenlijk geen nieuwe Galactico meer geweest, hè? Nee, klopt. En ik denk wel, eerlijk gezegd, Real is natuurlijk de laatste jaren relatief zuinig geweest op de transfermarkt. Maar dat had natuurlijk ook te maken met dat ze met Ronaldo een kapstok hadden. Hè? Daaronder konden ze ook voor meer dienstbare spelers kiezen. Nou, Ronaldo is weggevallen, de aanvallers staan meer in de schijnwerpers. Hazard kan niet aan de verwachtingen voldoen. Rodrigo, Vinicius, dat is nog allemaal een beetje grillig. Asensio, gaat hij zijn potentie waarmaken? Ja, is niet helemaal zeker. Dus ja, ze hebben wel behoefte aan versterking voorin. En nou, dat kun je natuurlijk goedkoper oplossen. Met bijvoorbeeld Memphis Depay, die over een aflopend contract beschikt. En ja, Mbappé is natuurlijk wel een superster. Memphis Depay, die gaat, daar worden geen 100 miljoen shirts van verkocht. Nee, precies. En Mbappé is ook een speler aan wie de rest zich weer kan optrekken. En Mbappé is 22, die kan nog 10 jaar mee natuurlijk. En de contractsituatie leent zich er nu ook al voor. Hè? Want vorige zomer had PSG natuurlijk een veel betere onderhandelingspositie. Real Madrid was veel geld kwijt, ook met de verbouwing van de Bernabeu. Coronacrisis kwam er ook nog bij. Ja, komende zomer moet het gaan gebeuren. Mbappé heeft nog een contract tot 2022. Wat moet die gaan kosten, denk je? Ja. Neymar ging ooit voor 222 miljoen naar Paris. Ja. Moeten we aan zo'n bedrag denken? Nou ja, hij heeft dan nog een contract voor een jaar. Hè? Dus het is cashje of transfervrij zien vertrekken een jaar later. Ik denk eerlijk gezegd, ik zou zeggen 150 miljoen, zoiets. Ja. En Neymar had natuurlijk een langer contract lopen toen nog. Ja, dat is waar. Maar de markt is nu ook wel weer iets anders dan toen. Ja, precies. Door de coronacrisis zullen de bedragen ook wel iets lager zijn. Dus ja, ik verwacht zoiets, eerlijk gezegd. En voor Mbappé, goed voor hem om naar een absolute topclub te gaan? Ja, Paris is natuurlijk wel een topclub, maar niet van de statuur van Real Madrid. Nee, het nadeel is natuurlijk wel van die Franse competitie. Het is een hoog niveau. Hè? Het is, iedereen is denk ik wel overeens dat het bij de 5 beste competities van Europa hoort. Alleen, velen zullen de Franse competitie denk ik toch wel plek 5 zetten in dat rijtje. En qua exposure Het is bijna nergens te zien. Nee, en er wordt toch heel snel de kanttekening gemaakt. Kijk, Mbappé, laat zeggen, hij maakt dit seizoen 25, 30 goals in de competitie. Zeggen ze, ja, tegen Dijon, tegen Angers. En hij zal toch altijd tegen die opmerkingen moeten blijven vechten, zolang hij in Frankrijk speelt. Hoe onterecht ook misschien, hè? Want hier in Nederland, laten we eerlijk zijn, het Franse voetbal is ook niet heel makkelijk te zien. We hebben hem natuurlijk wel bij Frankrijk genoeg zien schitteren ook. Ja, en daarom. Twijfels over hem zijn er denk ik niet heel precies, erg. Nee, precies. En wij kijken natuurlijk het Franse voetbal ook omdat we het gewoon interessant vinden. Maar ik denk een gemiddelde liefhebber, stem minder snel op PSG af. Het zou wel fantastisch zijn, hè, als het gebeurt. Ja, absoluut. En Spanje, Real Madrid. Als kind had hij posters van Zidane in het maagdelijk wit van Real aan de muur hangen. Dus wat dat betreft zou de cirkel natuurlijk wel rond zijn. En ik denk dat dat zijn carrière zeg maar, nog een enorme boost zou geven als hij bij Real Madrid de grote man kan worden. Laten we de volgende speler behandelen. Joshua Zirkzee, er is altijd veel over hem te doen geweest. Afgelopen zomer al zou hij eventueel naar Feyenoord kunnen. Hij is natuurlijk een beetje op een zijspoor beland bij Bayern München. Tenminste, hij gaat daar niet doorbreken als eerste spits, omdat Lewandowski daar speelt. Nu zou Eintracht Frankfurt hem graag willen hebben, maar heel concreet.
Maar Zirkzee pakt een rode kaart in het tweede team van Bayern. Waardoor Frankfurt zegt, ja, we hoeven jou nou op dit moment niet. Nee, ik denk het belangrijkste voor zijn ontwikkeling is natuurlijk speeltijd. En doorbreken als spits bij een club als Bayern. Die positie, je moet echt direct leveren. En de druk is natuurlijk enorm hoog. Ik denk ook dat het misschien wel de lastigste positie is om door te breken. Ik denk dat als rechts- of linksback dat misschien toch makkelijker is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Tammy Abraham bij Chelsea. Die is ook heel vaak verhuurd geweest. Hij heeft op zijn 22e eigenlijk pas echt een serieuze kans gehad in het eerste van Chelsea. Dus ik denk dat Zirkzee zich misschien ook moet spiegelen aan die carrière. Om een beetje geduldig te blijven. Die rode kaarten bij het tweede van Bayern sprak natuurlijk ook wel een beetje frustratie uit. Hij heeft natuurlijk in de jeugd altijd voordeel gehad dat hij fysiek enorm sterk was. Hij was al lang. Was op die manier vaak tegenstanders de baas al. En nu gaat het denk ik vooral om ervaring opdoen. Intelligenter worden in het spel. Het bespelen van de juiste ruimtes. En je kunt natuurlijk ontzettend veel leren van een fantastische spits als Lewandowski. Alleen op trainingen gebeurt dat ook, maar tot bepaalde hoogte. Ik denk op een gegeven moment dat je toch wel echt moet gaan spelen om volgende stappen te zetten. Ja, je hebt ooit gesproken met Roy Makaay, een absolute Bayern München-legende. Heeft natuurlijk gewerkt met Zirkzee in de jeugd van Feyenoord. Ja. Heeft hij hem ook een bepaalde toekomst voorspeld toen? Nou, hij had het wel over dat Bayern een super leerschool voor hem zou zijn. Trainen met iemand als Lewandowski. Makaay vertelde ook inderdaad, bij hun in die tijd kwam ook ieder seizoen wel een toptalent door. En die werd dan ook wel bij de hand genomen door de routiers bij de selectie. En die zag je dan ook wel snel stappen maken. En hij zei ook, op een gegeven moment speeltijd gaat wel echt tellen. Ik denk dat dat voor Zirkzee dat moment is nu wel aangebroken. En dan zou de Eredivisie misschien wel een goed podium voor hem zijn, toch? Ik denk eerlijk gezegd wel dat de Eredivisie een spitsenparadijs is. Hè? Kijk, vergelijk je het, je noemde Frankfurt. Dan zal de weerstand natuurlijk wel minder hoog zijn. Tegelijkertijd, Alexander Isaak bijvoorbeeld, hè, die bij Willem II het geweldig deed vervolgens. Dat betekende eigenlijk de lancering van zijn carrière. Bij Sociedad natuurlijk goed bezig. Het kan de spits ontzettend veel vertrouwen geven. Kijk naar Enes Unal. Het viel later in Spanje natuurlijk wel ontzettend tegen. Maar je ziet over het algemeen wel spitsen die het in het buitenland moeilijker hebben. In de Eredivisie makkelijker scoren. Giacomakis. Zeker. Zal ongetwijfeld snel vervolgd worden. De volgende speler, een andere spits, Moise Kean. Italiaanse speler die onder contract staat bij Everton is verhuurd aan Paris Saint-Germain. Ancelotti heeft al aangegeven, ik ga ervan uit dat hij gewoon komende zomer terugkomt naar Everton. En dan hebben ze een luxe probleem, hè, Koedersen Park. Want Calvert-Lewin doet het natuurlijk uitstekend. Eigenlijk door Ancelotti ontwikkeld tot de Inzaghi van de Merseyside, zo wordt hij genoemd. Mooi. Hij twijfelt niet langer als hij aan de bal komt. Het is gewoon pasboom schieten over koppen. En Calvert-Lewin is een veel betere spits geworden. En Moise Kean was een van de aankopen eigenlijk in de tijd nog dat het met Calvert-Lewin minder ging. Dus het wordt wel een interessante strijd. Want Moise Kean doet natuurlijk bij PSG ook heel goed als huurling. Volgens mij wil PSG hem ook graag definitief inlijven. Kunnen ze doen. Hij moet 35 miljoen euro kosten, geloof ik. Ja, en hij scoort dit zo makkelijk in de Ligue 1. Is nog maar 20. Sta je nog wel eens van te kijken als je hem ziet spelen. Ja. Ik begrijp wel dat Ancelotti hem terug wil. Apart verloop van zijn carrière eigenlijk ook, hè? Ook al international van Italië al. Ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen in hoeverre dat goed is voor een speler. Eder Militao, ook een speler van Real Madrid. Ja. Staat in de belangstelling van Tottenham, van AS Roma, Milan, Inter. José Mourinho zou hem met open armen ontvangen in Noord-Londen. Ja, Militao, ik moet zeggen, bij Real Madrid vind ik een beetje het probleem dat hij iets te onrustig is. Iets te druistig. En dat zag je bij Danilo, die als rechtsback overkwam van Porto, zag je dat ook. Hij Militao kan centraal spelen en als rechtsback, maar komt net iets te kort. Waardoor hij de hele tijd in de hachelijke situaties tijd mist eigenlijk. En wat dat betreft doet hij me qua spel een beetje denken aan Davinson Sanchez. Ook fysiek heel sterk, sterk in duels. Alleen hij moet als verdediger nog wel meer volwassen worden. Dat is altijd maar de vraag of dat op een gegeven moment komt, hè, bij een speler. Sommige verdedigers blijven heel hun carrière druistig. Maar ik snap wel wat al die clubs in Militao zien. Ja, want veel fysieke kracht. Nog maar 22. Ja, snel. Dus je kunt ver van het eigen doel meespelen. Zou hij passen bij Spurs?
Ik denk het wel. Ja, Mourinho selecteert natuurlijk ook wel op duelkracht, hè. En bij Real Madrid dan wordt er toch meer van hem verwacht, ook qua opbouw. Ik denk dat ze bij Real Madrid Pau Torres gaan halen. Linkspoot van Villarreal, uitgegroeid tot Spaanse international. Een heel elegante verdediger. Lijkt qua spel een beetje op Aymeric Laporte. Dus ja, het is wel een speler die beter bij Real Madrid past, ja. Gaan we door naar een andere verdediger. Timothy Fosu-Mensah kennen wij natuurlijk allemaal. In de jeugd van Ajax gespeeld. Toen naar Manchester United gegaan. Daar komt hij niet aan de bak, hè, bij Solskjaer. Nee, en toch wel bijzonder, hè. Want het is een speler die eigenlijk op heel veel posities uit de voeten kan. Centrale verdediger, rechtsback. Kan ook als verdediger in het middenveld spelen. Een beetje afhankelijk van wat je van een 6 verwacht. Staat eigenlijk al heel lang onder contract bij United, hè. Verhuurd geweest aan Crystal Palace, aan Fulham. Dit seizoen zagen we hem eigenlijk vanuit het niets weer opduiken bij United aan het begin. Toen Wan-Bissaka natuurlijk later terugkwam ook. Hij heeft toch wel iets, hè? Veel fysieke kracht inderdaad. Ik moet zeggen, ik vond toen bij de eerste wedstrijden van United dit seizoen, vond ik hem aan de bal wel iets te weinig brengen. Het is een sterke verdediger. Sterk in duels met buitenspelers. Alleen ja, als hij diep op de helft van de tegenstander komt en er moet een mannetje uitgespeeld worden of voorzet gegeven, ja, is het allemaal net te ruw. De berichten zijn nu dat Ajax hem wilde hebben. Daar gaat hij niet heen. Nu schijnt Bayer Leverkusen heel erg dichtbij te zijn om hem over te nemen. Ja, wordt wel interessant, hè. Kijk naar de ontwikkeling van Deli Sinkgraven natuurlijk onder Peter Bos. Die het als linksback uitstekend doet daar. Bos heeft wel goed oog voor een Nederlands talent. En ik begrijp wel wat hij bij Fosu-Mensah ziet. Veel fysieke kracht, snelheid. Toch ook wel de nodige ervaring. Fosu-Mensah zal denk ik vooral iets rustiger aan de bal moeten worden. Ja, hij is voor 1,5 miljoen euro over te nemen. Ja, bijna geen risico aan te vallen, toch? Nee, lijkt me een goede zet inderdaad. Want veelzijdigheid is natuurlijk ook een groot voordeel. Bij Bayer Leverkusen hebben ze natuurlijk pech gehad met die zware blessure voor Arias. Hè, die ze gehuurd hadden van Atletico Madrid. Die is weggevallen als rechtsback. Fosu-Mensah kan ook op die plek spelen. Dus ja, dat lijkt mij een hele goede set. Gaan we allemaal volgen. Dankjewel Bas. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende Transfer Talk. Niemand fuckt met mij.